Nou, plannen. We willen toch wel iets meer naast de workshops ook de arrangementen aan gaan bieden. Dat doen we al veel met samenwerkende partijen. Maar nou, toch iets meer de nadruk geven op de website ook daarin. Yeah. En we willen misschien eens stil gaan staan bij ons 5-jarig jubileum dat er aan zit te komen komend zomer. Dus nou, toch wel leuk om daar even bij stil te gaan staan, denk ik. Weet je al hoe een beetje? Ja, nou, of iets in de vorm van een open dag. Of we gaan de eerder georganiseerde inspiratienacht misschien nog iets groter aanpakken. Dus nou, dat is nog een beetje in een brainstormfase wat we daarmee gaan doen. Maar nou, dat zijn wel dingen waar we ons mee bezig willen houden. En we werken samen met Brugge Bos. Die maakt veel ondergrondjes voor ons. Dus die hebben toevallig net vanmorgen weer nieuwe stapels geleverd. Ah, dat is een soort dagdier of een... Dagbesteding. Dagbesteding. Ja, ja. Ja, want eigenlijk zou ik graag zelf daar wel iets in willen doen. Ik kom natuurlijk een beetje uit de hulpverlening. Ja. Ik zou wel iets met die dagbesteding willen opzetten. Ja. Maar het is een lastige markt, vind ik. Het moet meteen heel grootschalig en dat vind ik hier niet passen. Ik zou het heel graag heel klein willen doen. Ja. Nou, vorig jaar in gebrainstormd, maar waarschijnlijk ga ik het niet hier doen, maar doe het meer op een manier dat we dus de instellingen zelf benaderen. Van goh, hoe kunnen we over en weer wat voor elkaar betekenen. Ja. Voor een soort project hebben ze een pluktuin aangelegd. En het was toen een beetje het idee van het wordt vooral een belevingstuin. Hè, van proeven, ruiken, voelen. En wij hebben het zelf al wel iets uitgebreid met nog meer echt plukbloemen. Want ik vind het ook wel leuk dat mensen echt naar huis kunnen gaan met een bosje bloemen die even nog een weekje op de vaas staat. En niet alleen maar een beetje een graantje of zo. Ja. Het is nu natuurlijk een hele dooie bedoeling. Maar ja. We hebben dan wat leuke picknicktafels te staan. En het ziet er gewoon heel gezellig uit. Ja. We hebben toevallig vorig jaar ook onze eerste workshop hier tussendoor gehouden. Ja, dat is prachtig als je daar alles in bloei hebt. En dat je daar dan met je picknicktafeltje hier met de deelnemers kunt zitten. Dat is hartstikke leuk. Ja. Ik denk het grootste verschil is dat de plek. Kijk, je kunt een workshop in een garage houden. Maar je kunt ook een workshop hier in dit buitenleven houden. Ik denk dat dat net wel iets extra is. En dat hoor ik van mensen terug. Van het ontvangst, de gastvrijheid, de ruimte, de dieren eromheen. Als er een workshop is, zit er een pauw voor de deur. Ja, hoe leuk is dat? Dat heb je niet overal. Nee. En dat landelijke proberen we door te voeren in onze workshops. Met de materiaalkeuzes, maar ook met een lekker eigen verse lekkernij erbij. Hoe wij zelf de mensen denk ik benaderen. Ik denk dat dat vooral wel iets unieker is dan. Ja. Nee, buiten is het iets lastiger, maar aan de andere kant trekken mensen dan wel weer naar binnen voor andere workshops en loopt het ook wel weer op die manier door. En we zijn nu veel aan het haken, nou, dan is zomers dan even weer iets minder. Ja. Soms heb je juist met de arrangementen mensen ook een buffet erbij willen hebben of een barbecue. En nu willen mensen met een high tea lekker bij elkaar zitten en daar iets bij knutselen. Nou ja. Ja. En zo loopt het eigenlijk het hele jaar wel door. Heerlijk. Ja. Ja.